Ja, dit is de langste brandslang van Nederland. 7,2 kilometer om precies te zijn. Die wordt in alle vroegte uitgerold. Van Groesbeek helemaal tot over de grens in Wieler. Onderweg moet het verkeer geregeld worden. In de beek bij het Duitse Wieler, net over de grens, wordt de slang erin gelegd met een pomp. En dan wordt het water opgepompt terug de grens over naar Groesbeek. En dat ligt 80 meter hoger. Daarom zijn er 2 extra pompen op de route. De oefening met de lange brandweerslang is een test om te kijken of het bruikbaar is bij natuurbranden die lang geblust moeten worden. Dat wil niet zeggen dat zonder de lange brandslang het nu onveilig zou zijn in de Groesbeekse bossen. Want nu zijn er voldoende brandkranen op het waterleidingnet. Primair is gewoon alles voorbereid, alles aanwezig. Dit is gewoon extra bij een hele lange tijd dat de brandweer een inzet heeft. En dan is het afwachten of er wel voldoende druk is om het Duitse beekwater vanuit Wieler in Groesbeek uit de slang te laten spuiten. Constant, dus dat is goed. Boven verwachting. Is nou het afrollen makkelijker dan het oprollen van die enorme lange brandslang? Ja, dat oprollen dat gaat wel het drievoudige qua tijd kosten. En ik hoop dat het droog blijft. Maar de mensen zijn heel erg gemotiveerd, dus dat komt goed.